De openingsdans. Hoofdstuk 1. Wil zat gebogen over een enorme stapel papieren toen Halt zijn kleine huis in het bos binnenkwam. Goedemorgen, zei hij zonder op te kijken. De koffie staat klaar. Het bezoek van Halt kwam niet onverwacht, want hij had Abelas hoeven horen aankomen door het stille bos, hoe zacht de grond er ook was. Bovendien had Trek zijn kameraad ook al van ver met geluid gehinnik welkom geheten. Halt keek of Wil nog wel koffie in zijn kopje had en zag dat het nog driekwart vol was. Hij schonk dus alleen voor zichzelf een kop in en kwam tegenover Wil aan de tafel zitten. De bebaarde grijze jager keek nieuwsgierig naar al dat papier waar zijn jonge leerling zo in verdiept leek te zijn. Hij hield zijn hoofd scheef in de hoop gemakkelijker ondersteboven te kunnen lezen wat erop stond. Hij knikte toen hij de inhoud van het bovenste vel ontcijferd had. Ik zie dat je druk bezig bent met die ongelukken op het kasteel, zei hij. Wil keek op en knikte. Ja, Desmond heeft me gevraagd ernaar te kijken. Hij maakt zich zorgen en is bang dat het niet om pure ongelukjes gaat. Hij vermoedt dat er opzet in het spel is. Misschien heeft hij wel gelijk. Het zijn er te veel voor puur toeval. Gisteravond gebeurde trouwens weer wat in de eetzaal. Wil vroeg fronsend, wat is er nu weer gebeurd? De afgelopen week waren er in en om het kasteel een heleboel dingen gebeurd die heel goed verkeerd hadden kunnen aflopen. Er was een stapel stenen van de weergang op de binnenhof gevallen. Die stenen lagen daar om een versleten stuk van een van de kantelen te herstellen. Maar de metselaar had naderhand gezworen dat hij ze ver van de rand had opgestapeld, zodat ze niet over de rand konden vallen. Toen was hij met het ongelukje met het Roland rijden. Daarbij moest een ridder te paard met zijn lans proberen een houten ridder te doorsteken die aan een lange paal was vastgemaakt. Die lange paal kon met een zandzak als tegengewicht op een dikke paal in de grond draaien. Door de een of andere nog niet opgehelderde oorzaak was de paal door de klap losgeraakt en weggeslagen, nauwelijks twee jonge recruten missend die naar het oefenen stonden te kijken. Dan was er het zware gordijn dat in de winter gebruikt werd om een deel van de grote zaal af te scheiden. Dat gordijn was om een duistere reden van de hoeken geleden en had op de vloer een bediende bedolven. Nu was dat gordijn 4 meter hoog en een paar meter breed, geweven van dikke draden wol en dus nogal zwaar. Gelukkig was ook dit voorval goed afgelopen. De bediende had alleen een knieband gescheurd en moest 2 dagen niet zijn been omhoog op de ziekenzaal blijven. Zoals Desmond, de majordomus van de baron, had opgemerkt, waren het te veel bijna ongelukken om als toeval opzij te schuiven. En nu was er dus weer iets gebeurd. Het was in de eetzaal, vertelde Halt. Blijkbaar is een tafel door de poten gezakt toen obers er een grote hete pan soep op zette. Een van de ridders die daar zat kreeg de hete soep over zijn broek en de bediende brandde zich lelijk toen hij het gevaarte met zijn blote hand probeerde tegen te houden. Dat had dus ook weer veel slechter kunnen aflopen, merkte Will op. Halt knikte. Ja, en dat geldt ook voor al die zogenaamde ongelukjes. We hebben geluk gehad, tot dusverre. Maar ik heb zo'n idee dat er inderdaad iets of iemand achter zit. We moeten zorgen dat het ophoudt voor iemand echt bezeerd raakt. Will schoof de papieren voor hem netjes op een stapeltje bij elkaar en legde er een granieten pressen papier op, zodat ze niet weg zouden waaien. Ik ga naar het kasteel om eens rond te neuzen, zei hij. Wie weet wat ik ontdek. Wil je mee? Halt schudde zijn hoofd. Ik moet met de postkoets mee, zei hij. Er gebeuren meer rare dingen, zoals overvallen. Het was een drukke periode voor de 2 grijze jagers van Redmond. Naast de vreemde voorvallen in het kasteel, waar Will zich in verdiepte, was ook de postkoets de laatste tijd meermalen overvallen. Een groep gemaskerde bandieten maakte zich dan meester van alle waardevolle spullen die ze op en in de koets en bij zijn passagiers konden vinden. Halt was van plan deze keer de ochtendkoets achterna te rijden om te zien of ook deze weer ergens tot stoppen gedwongen zou worden. Waarom verwacht je juist nu problemen? Vroeg Will. Ik weet het niet. Vandaag zit er niets bijzonders in bij de post, voor zover ik weet. Maar ik ben er haast van overtuigd dat iemand de boeven tipt en dat ze alleen een overval plannen als er inderdaad iets te halen valt. En als er vandaag niets gebeurt, bevestigt dat de juistheid van je theorie? De oude leraar haalde zijn schouders op. Het bewijst niets, maar het versterkt wel mijn vermoedens. Will stond op en liep naar de voordeur. Goed, laten we daar maar gaan. Ik zoek Desmond op en ga samen met hem zijn eettafels inspecteren. Nu we er toch over hebben, hoe gaat het eigenlijk met je speech? Vroeg Halt, zijn best doend om niet te grijnzen.
Leo was de eerste en belangrijkste getuige bij het aanstaande huwelijk van Arnoud en de kroonprinses. Hij moest dus een toespraakje houden, daar kwam hij niet onderuit. Zijn eerste probeersel was verbrand tijdens een botsing met een bende nieuwmaners. Ik heb er nog geen tijd voor gehad. Ik hoop er de komende week weer eens naartoe te komen. Halt zwaaide, terwijl hij de stoel waarop hij zat achterover liet wippen en nog een slok koffie nam. Wil keek hem verstoord aan. Zeg, toen jij nog mijn leermeester was en niet jouw huis was, toen mocht ik dat nooit voor je doen. Dat werkte de poter maar los, zei jij altijd. En dat doet het ook, antwoordde Halt breed grijnzend. Maar nu is het jouw stoel, dus wat kan het mij schelen? Kijk, hier is hij half doorgezaagd, zei Wil, die op zijn hurken naast de kapotte tafel in de eettafel zat. In de eetzaal zat. Hij inspecteerde samen met de majordomus de tafelpoot die het had begeven. Die bleek voor de helft versplinterd, maar de andere helft was netjes doorgezaagd. Desmond boog zich voorover en knikte. Ik zie het. Dat betekent dus dat het degene die dit gedaan heeft niet boeit of wij het weten. Hij heeft niet echt eens geprobeerd het op een ongeluk te laten lijken. Wil kwam overeind en knikte naar een knecht die klaar stond om de kapotte tafel op te ruimen. Hij liep samen met Desmond een eindje weg van de plek des onheils, zodat ze rustig verder konden praten. Zou dat betekenen dat je vanaf nu elke avond alle tafelpoten moet gaan controleren, zodat er geen nare ongelukjes meer gebeuren? Desmond schudde mismoedig zijn hoofd. Ik hoop van niet. Het is bovendien extra vervelend dat we nu zo krap zitten qua personeel. De helft van de bedienden in het kasteel werkt op het land om met de oogst te helpen. En er komt de bruiloft er ook nog aan. Wil keek naar de tafelpoot die was blijven liggen nadat de rest van de tafel door twee jongens was weggedragen. Ja, het begint erop te lijken dat iemand jou het leven moeilijk wil maken, zei hij. Ik bedoel, qua ongelukken stelt het allemaal niet zoveel voor. Mensen zouden gewond geraakt kunnen zijn, dat wel natuurlijk. Maar eigenlijk is het gevolg vooral dat jij nog meer dan anders overal op moet letten. Alsof je niets beters te doen hebt. Zoals ik al zei, ik kom nu mensen tekort, klaagde Desmond. Heb je de afgelopen weken problemen gehad met een lid van het personeel? Heb je misschien iemand moeten bestraffen of ontslaan? Koestert iemand een speciale wrok tegen jou? Desmond krabde zich achter het oor. Niemand die me zo te binnen schiet. Maar wacht eens, Robert natuurlijk. Maar ik weet zeker dat hij geen... Robert? Wie is dat? Dat is een kamerknecht die ik aan het trainen ben, of liever was. Ik heb hem moeten degraderen. Hij werkt nu voor straf een paar maanden als kelner hier in de eetzaal. Eigenlijk, zei Desmond, had ik hem liever helemaal ontslagen, maar de baron heeft een goed woordje voor hem gedaan. Hij zei dat iedereen een verrissing kon maken. Het was zijn voorstel om hem een paar maanden een lagere functie te geven, voordat we hem weer in genade aannemen. Maar wat had hij dan gedaan? Vroeg Will. Nou, we dachten dat hij dingen achterover drukte. Geen grote dingen hoor, niets van waarde, maar er leken steeds meer kleine dingetjes kwijt te raken, vlak nadat hij er als laatste mee gezien was. Ik kon niets bewijzen of hard maken en daarom stelde de baron voor om hem het voordeel van de twijfel te gunnen. En nog iets. Robert was altijd heel onvriendelijk tegen het lagere personeel. Hij gaf ze nooit een complimentje of zo. Slecht voor de sfeer. Hij moest in elk geval een lesje krijgen. En weet hij dat hij over een tijdje weer terug mag komen in zijn oude functie? Nee, nu het zegt, dat weet hij niet. Desmond keek beteuterd. Misschien had ik hem dat beter kunnen vertellen. Maar ik dacht dat het effectiever was als dat straks een beloning leek te zijn voor goed gedrag. Spontaan, zeg maar, niet zo gepland. Ja, maar het is dus best mogelijk dat de man zich te zwaar bestraft voelt. Immers, zelfs al was hij schuldig, dan nog had je dat nooit kunnen bewijzen. Dus is hij nog steeds onschuldig en vindt hij dat hij eigenlijk geen straf verdient. Ja, dat zou kunnen. Desmond maakte zichzelf duidelijk verwijten. Eigenlijk had hij altijd een zwak gehad voor die Robert. Zelfs al deugde die jongen niet voor 100%. Het hoofd van de huishouding had altijd gezegd dat de jongen er op een gegeven moment wel overheen zou groeien. Maar misschien was het inderdaad zijn pupil die verantwoordelijk was voor al die vervelende ongelukjes de laatste tijd. Hij begon aan zichzelf te twijfelen. Ik zal maar eens een goed gesprek met hem gaan voeren, zei hij met tegenzin. Wil keek hem even scherp aan. Hij kon zich wel indenken wat er zo ongeveer door het hoofd van de majordomus speelde. Heb je liever dat ik dat doe? Stelde hij voor. Ik heb verder niets met hem te maken gehad. En, voegde hij er in gedachten aan toe, ik was niet zo toegeeflijk als jij, Desmond. Die keek hem dankbaar aan. Als je dat zou willen doen, heel graag. Dat zou ik zeer waarderen, Wil. Wil glimlachte. Hij herinnerde zich nog uit het
tijd dat hij zelf een wees was in het kasteel, dat Desmond een oude lieverd was, die problemen het liefst uit de weg ging. Het moest hem zwaar vallen en was zijn pupillen te bestraffen. Dat doe ik graag voor je, zei hij. Zeg hem dat hij zich om 2 uur vanmiddag bij me moet melden. Ik zit in ons kantoortje naast de werkkamer van de baron. Robert keek ongemakkelijk om zich heen, terwijl hij het kantoortje binnenliep. Hij zat aan het bureau met zijn rug naar het grote raam, zodat hij hem alleen een silhouet tegen de lichte hemel zag afgetekend. Daarom had hij ook dit uur van de dag uitgekozen voor het gesprek. Hij had bovendien zijn jagersmantel omgedaan, met de kap over zijn hoofd getrokken, zodat zijn gezicht helemaal in de schaduw bleef. Hij zat voorovergebogen over een stapel documenten. Ga zitten, zei hij zonder op te kijken, zijn stem vriendelijk, nog onvriendelijk. Er stond een rechte stoel voor het bureau en Robert ging daar zitten. Will keek naar hem van onder zijn wenkbrauwen en zag dat de jongen zenuwachtig was, maar hij zag geen enkel teken van schuld bij de kamerheer in opleiding. Terwijl een oproep om voor de grijze jager te verschijnen de meeste mensen toch wel erg nerveus zou maken. Hij beseft dat hij Robert wel kende. Hij had hem een paar keer gezien bij deftige diners op het kasteel. Hij was jong en iets kleiner dan gemiddeld. Over een paar jaar zou hij waarschijnlijk een buikje ontwikkeld hebben als hij niet meer aan sport ging doen. Je zag aan zijn gezicht al hoe het zou worden. Er was al het begin van een onderkin. Leerling kamerheren hoefden nauwelijks fysieke arbeid te verrichten en ze kregen zoveel lekkere dingen als ze maar wilden voorgeschoteld. Hij herinnerde zich nu ook dat hij deze Robert bij eerdere gelegenheden altijd nogal zelfverzekerd had gevonden, bijna arrogant zelfs. Maar vandaag was daar niets van over, integendeel. Nadat hij de jonge man een paar minuten zwijgend had laten zweten, legde Will tenslotte de pen neer waarmee hij betekenloze opmerkingen in de marge van een rapport had zitten schrijven. Hij had van de secretaris van baron Arald een paar velletjes geleend uit de boekhouding van de voorraadschuur van het kasteel van vorig jaar. Dat hoefde Robert natuurlijk niet te weten, en er legde Will een leren map overheen waardoor de jonge knaap de inhoud niet kon nagaan. Hij keek op van zijn werk en schudde de kap van zijn mantel naar achteren. Zo, dus jij bent Robert, zei hij. Hij sprak heel rustig en iets zachter dan bij een normaal gesprek. Hij wist uit ervaring dat deze gesprekstechniek mensen die iets op een kerfstok hadden erg zenuwachtig maakt. Ze moesten hun best doen om te horen wat hij zei en dat betekende weer dat ze ook voortdurend bang waren dat ze iets belangrijks zouden missen. Als je meteen luidkeels verwijten begon te maken, joeg je mensen alleen maar in het defensief. Robert leunde voorover en zei, ja meneer. Dat ben ik. En je weet ook waarom je hier zit? Dat was een mededeling. Geen vraag. Het gladde gezicht van Robert vertoonde ineens een rimpel op het voorhoofd. Hij keek alsof hij het niet begreep. Nee, eigenlijk niet, nee. Ik hou er niet van als mensen me voor de gek houden, Robert. De stem bleef kalm en zacht, maar klonk daardoor niet minder dreigend. Robert schudde zijn hoofd nog eens en stak met een hulpeloos gebaar zijn hand omhoog. Nee, echt, ik zou niet... Plotseling sloeg Will keihard met zijn platte hand op de tafel. De paar dingen die er stonden stuiterden op en kwamen ratelend weer op hun plek. Robert kromp in elkaar door het onverwacht harde geluid. En Wills stem klonk niet langer zacht. Denk nou maar niet dat je me voor het lapje kunt houden, zei hij langzaam, elk woord apart en met grote nadruk uitsprekend. Robert keek hem hoofdschuddend aan. Maar ik... Will stond op, leunde over zijn bureau en stak zijn wijsvinger naar de arme leerling kamerheer. Met achter zich het lichte raam was hij vooral een dreigend silhouet, zonder gezicht en zonder uitdrukking. Er volgde een snelle serie beschuldigingen. Stenen vallen van de weergang, de Rolandrijder, het grote gordijn in de hal, zei hij, telkens met zijn wijsvinger priemend. Daar was je misschien nog mee weggekomen, maar met die tafelpoot gisteren ben je te ver gegaan. Mensen hebben je bezig gezien. Robert wilde protesteren, maar Will gaf hem die kans niet. Belangrijker, gaf hem de kans niet om na te denken. 2 mensen van de keukenbrigade hebben je gezien. Ze hebben jou aangewezen en zullen tegen je getuigen. Ze zullen zweren dat je de tafelpoot doorgezaagd hebt. Een ernstige vergissing, Robert. En zijn getuigen, dat wordt 10 jaar dwangarbeid. Nee, ik zweer u, ik heb geen flauw idee waar u het over heeft. Ben je doof? Ben je dom? Je bent gezien. We hebben getuigen die je hebben zien zagen. Eigenlijk hoeven we je niet eens meer voor de gerecht te brengen. We hebben getuigenverklaringen. En hij sloeg met zijn vuist op de leren map bovenop de documenten die hij zogenaamd bestudeerd had. Dat wordt ploeteren op de akkers van de baron. Met zware kettingen aan je benen. Baron Arald is woedend.
en wil je het liefst vandaag nog veroordelen. Je enige kans is bekennen en om genade smeken. U had rekening gehouden met Roberts beginnende buikje en zijn zachte, eeltloze handen. Hij had terecht het vermoeden dat het vooruitzicht van zware dwangarbeid het meest effectieve dreigement zou vormen. Hij zag de paniek in de Roberts ogen groeien en groeien. Maar hoe konden zij nu... Ze hebben het gezien, met eigen ogen, slordig van je. Je had eerst moeten kijken of niemand in de keuken je kon zien. Maar dat heb ik gedaan, ik... In complete paniek, door Wils dreigementen, was het eruit voor de man het in de gaten had. Te laat besefte hij wat hij zojuist bekend had. Wil ging achter zijn bureau zitten en keek hem met een scheef hoofd aan. Oh, je hebt dus eerst gekeken. Voor je wat? Ik bedoel, ik heb het niet gedaan. Robert probeerde te herstellen wat het herstellen viel, maar wist dat het te laat was. Hij leek aan elkaar te zakken. Hij werd steeds kleiner in de rechte stoel. We gingen op rustige toon verder. Geef het nou maar toe, Robert. Dat maakt het allemaal maar gemakkelijker. Waarom heb je die rare dingen gedaan? Die heb ik niet gedaan, probeerde Robert nog een keer. De laatste poging zijn zelfvertrouwen te herwinnen. Maar het lukte hem niet en Will werfde zijn pogingen met een luttel handgebaar weg. Een rare manier om mensen te bedanken die het beste met je voor hebben, merkte hij op. Verbaasd keek Robert de jonge grijsjager aan. Het beste met me voor hebben, ze hebben me vernederd, beledigd. De bron heeft me gedegradeerd, zodat ik nu alle kanten op gecommandeerd word door mensen die eerder mijn ondergeschikte waren. En reken maar dat ze daar lol in hebben. Ineens begreep Will zijn verbittering. Als leerling kamerheer stelde Robert wat voor. En dat hij ongetwijfeld ook uitgestraald. Daar was hij trots en ijdel genoeg voor. En toen, ineens, moest hij de orders opvolgen van mensen die hij eerst als zijn eigen knechten beschouwd had. Dat moest niet gemakkelijk geweest zijn. Waarom hebben ze me niet gewoon ontslagen? Dan was er niets aan de hand geweest, zei de jongeman klagelijk. Will schudde zijn hoofd. Omdat ze je niet wilden ontslaan, omdat ze iets in je zagen, ik weet ook niet wat, wilden ze je straffen een tijdje en je dan weer in het klasje opnemen als je je lesje geleerd had. Robert keek met open mond aan. Mijn lesje geleerd? Weer in het klasje? Fluisterde hij. U bedoelt dat ik weer... Verder kwam hij niet. Will knikte. Ja, als je nou maar een maand of twee geduld had gehad en gewoon je best had gedaan, dan had je weer terug kunnen komen in je oude baan. En dan had je tegelijk geleerd hoe het is om rondgecommandeerd te worden, zoals jij nogal eens scheen te doen. Maar dat wist ik niet. Dat hadden ze me ook moeten zeggen. Er was weer iets van de eerder verontwaardiging terug, van Roberts arrogantie. Will besefte dat wat er ook met Robert gebeurde, het altijd de schuld van iemand anders zou zijn. Nooit van meneer Robert zelf, zo'n type was het. Dus besloot je baron Arald maar een lesje te leren, zei Will. Je hebt al die ongelukjes laten gebeuren om wraak te nemen? Robert wilde in eerste instantie nog eens alles ontkennen, maar zag toen de hopeloosheid van zijn situatie in. Zijn mond viel dicht en na een paar tellen zei hij kleintjes, ja. Hij durfde Will niet meer in de ogen te kijken. Hij bleef lang stil in het kantoortje van de grijze jagers. Will had het niet de behoefte de stilte te doorbreken. Pas toen hij vond dat het lang genoeg geduurd had, vroeg hij. En wat nog meer? Wat nog meer, hoe bedoelt u? Afgezien van de Roland Rijder en het gordijn en die andere kunstgreepjes, heb je nog meer dingen gesaboteerd waar je ons voor wilt waarschuwen? Even flitste er iets in de oogopslag van de bediende, wat Will niets ontging. Iets van schuld en schaamte. Maar voor hij zijn gevoel bevestigd zag, keek Robert weer weg. Nee, verder niets meer. Weet je het zeker? Vroeg Will. Robert bleef naar zijn handen zitten kijken, maar zijn nauwelijks verstaanbaar. Nee, echt niet. Verder niets. Zei Will. Met veel vertoon sloeg hij de leren map open en schreef iets in de marge van het document dat er lag. Daarmee wilde hij laten merken dat hij Robert niet echt geloofde. Hij sloeg de map met een harde klap weer dicht. Daar zullen we het morgen dan nog eens over hebben. Vergeet alsjeblieft niet dat eerlijkheid nu alles is wat je nog kan helpen. En ik geloof niet dat je helemaal eerlijk bent geweest, tot nu toe. Laat hem vannacht maar lekker zweten, dacht Will. Morgen ging hij wel verder met de ondervraging. Hij wist bijna zeker dat er nog iets anders was. En hij moest en zou uitvinden wat dat was voor de echte ongelukken gebeurde. De ondervraging die Robert de volgende dag te wachten stond, daarmee vergeleken was het een prettig gesprek geweest, dat beloofde hij hem nu al. Hij bleef Robert aanstaren zonder iets te zeggen, tot hij het niet meer uithield. Wat gaan jullie met me doen? Vroeg hij. Het duurde weer even voor Will hem antwoord gaf. Dat bepaal ik niet, zei hij. Ik ga nu een rapport uitbrengen aan de baron en aan Desmond.
ze zullen wel iets voor je verzinnen. Misschien dat je voor een poosje in de kerkers verdwijnt en dan 5 of 10 jaar dwangarbeid, wie zal het zeggen? Hij overdreef natuurlijk enorm, maar hij wilde dat Robert de komende nacht eens ernstig zou nadenken. Maar in het beste geval, ging hij verder, krijg je natuurlijk je zin. Robert keek hem weer aan. Mijn zin? Vroeg hij. Hoezo? Je zei net dat ze je gewoon hadden moeten ontslaan. Ik denk dat je daar nu wel van uit mag gaan. Hoofdstuk 2. Het was heel vroeg in de ochtend. Snelle voetstappen klonken door het bos. Trek hinnikte een waarschuwing in zijn stal achter tegen het huis en Will was klaar wakker. Iemand kwam door het bos op zijn huis af, rennend. Hij stond op en greep naar de riem met zijn 2 messen die naast het bed hing. De voetstappen kwamen dichterbij. Het was een man, zo te horen. Even keek Will naar zijn jagersmantel, maar hij liet hem maar hangen. Gekleed in de dunne broek en het dunne hemd, waar hij had liggen slapen, liep hij op zijn tenen naar de voordeur. Eben stond er al. Die was uit haar mand bij de haard opgestaan en snuffelde aan de spleet onder de deur of ze al iets kon ruiken van de naderende hardloper. Ze keek naar haar baasje, de oren gespitst, de zware staart omhoog en heen en weer zwaaiend. Hij hield zijn vinger voor zijn lippen ten teken dat ze niet mocht blaffen. De waarschuwing van Trek wees niet op gevaar. Het paardje wilde alleen vertellen dat er iemand aankwam. Will hield zijn rechteroog vlak bij het kijkgaatje dat hij in de deur had gemaakt. Zo klein dat het van buitenaf niet opviel. Hij zag een bediende in het tenu van het kasteel hijgend op zijn veranda opkomen. De man bleef even voor de deur staan om op adem te komen en wilde toen met zijn vuist op de harde planken bonzen. Geschrokken deed hij een stapje achteruit toen Will de deur opendeed. Oh, jager Will, u bent al wakker, zei hij verbaasd. Blijkbaar, antwoordde Will droogjes. Zowat had altijd op hem gereageerd, als hij weer iets vaststelde dat voor iedereen lang duidelijk was. Onbewust had hij heel wat van zijn eigenaardigheden van zijn oude leraar overgenomen. Wat kan ik voor je betekenen? Vroeg hij. De bediende wil zich aan zijn livrei dat hij een van de kelners van de eetzaal was, een van Desmonds mensen, wees dringend door de bomen in de richting van het kasteel. Je moet meteen naar het kasteel komen, zei hij, nog nahijgend. Hij had de hele lange weg door het huis naar het huis in het bos gerend, was ook nog eens hevig geschrokken toen die voordeur als bij toverslag openging. Geen wonder dat hij even zijn manieren en de etiketten vergat. Wils rechte wenkbrauw kwam vervaarlijk omhoog. Dat moet ik? De man schudde zijn hoofd en maakte verontschuldigend gebaar. Mijn verontschuldigingen, jager Will. Meester Desmond vraagt of u alsjeblieft zo snel mogelijk naar het kasteel wilt komen. En er is een bijzondere reden voor die haast. De bediende knikte een paar keer met een ernstig gezicht. Ja, heer, het gaat om Robert. Hij is dood. Het lichaam van Robert lag op zijn rug bij het kleine raam van zijn kamertje. Zo te zien had hij nog geprobeerd zich vast te grijpen aan het zware gordijn dat ervoor gehangen had. De dikke stof plooide zich nu om zijn middel en bovenbenen. Overal om hem heen lagen gebroken houten gordijnringen. Zijn ogen staarden wijd open, maar blind naar het plafond, alsof iets hem verrast had. Heeft iemand het lijk verplaatst? Vroeg Will, op zijn knieën naast de stille leerlingkamerheer zat. Nee, zo hebben ze hem gevonden, voor Desmond. De majordomus probeerde over zijn schouder mee te kijken, net als gisteren bij de tafel, dacht Will. Hij boog zich dieper over Robert's open mond en snoof de lucht op. Hij dacht dat hij iets vreemds rook, iets heel zoets. Hij keek de kamer rond. Er stond een kan water op het nachtkastje naast het bed, maar geen beker. Hij inspecteerde de rest van het vertrek. Nergens lag een glas of een beker, tenzij... Voorzichtig tilde hij een punt van het gordijn op en hoorde iets krassen. Hij trok het gordijn verder omhoog en zag de beker, die Robert blijkbaar had laten vallen, onder het gordijn. Er was een klein nat plekje op de vloer. Voorzichtig pakte Will de beker op en rook eraan. Weer die veel te zoete geur. Hij is vergiftigd, zei hij kortaf. En er ging een schok door de kring van bedienden die zich voor de deur van Roberts kamertje hadden verzameld. Ik keek Desmond aan. Kunnen we die mensen wegsturen? Vroeg hij. Desmond reageerde door naar de deur te lopen en de mensen als kippen weg te wapperen. Hup, luitjes, er is verder niets te zien. Ga allemaal weer aan het werk, ja? Met tegenzin gehoorzaamden ze en Desmond sloot de deur naar de gang. Daarna wendde hij zich weer naar Will, die nog steeds de beker in zijn hand bestudeerde. Ik denk dat hij zelfmoord heeft gepleegd? Wil antwoorden met de schouder ophalen. Zou kunnen. Ligt er ergens een briefje?
Meestal laten ze er wel een boodschap achter. Wie heeft hem trouwens gevonden? Iemand van de afwasploeg. Robert was in de vroege ploeg ingeroosterd en kon niet opdagen. Dus stuurde de voorman iemand naar zijn kamer om te halen. De man trof hem hier zo aan en is meteen naar mij gelopen. Hij heeft verder niets aangeraakt, dat heb ik hem gevraagd. Maar hij zei niets over een briefje of zo. Wie onderzocht de rest van de kamer? Nergens lag een briefje voor de vinder. In een hoek stond een eenvoudig houten tafel met een stoel. We bestudeerden de papieren die slordig over de tafel bespreid lagen. Eén bevatte een lijst ingrediënten en een soeprecept. Op een ander veld de tijden waarop Robert zich moest melden voor zijn werk in de keuken en de eetzaal voor de volgende week. Er lagen ook een paar halve teksten, verfrommeld, die zo te zien uiteindelijk een brief met verontschuldigingen aan de bron en aan Desmond hadden moeten worden. Will wilde zich al omdraaien toen hij ineens een stukje papier zag liggen, een hoekje afgescheurd van een ander vel. Er stonden twee woorden op, namen. Serafino en Mordini, namen uit Toscana, dacht Will. Vreemd? Hij overhandigde het stukje papier aan Desmond. Zeggen die namen je iets? De majordome schudde ontkennend zijn grijze hoofd. Nee, nooit eerder gehoord of gezien. We kopen soms wel eens wat uit Toscana, maar die namen zeggen me niets. Ze zijn in elk geval niet de namen van onze vaste leveranciers. Will pakte het papiertje terug en stak het in zijn binnenzak. Met een zucht keek hij nog eens de kamer rond. Wat een treurig einde, vind je niet? Ik begrijp die mensen niet die een eind aan hun leven maken. Wat mij betreft kun je het lijk naar de ziekenboeg laten brengen en hier opruimen. Ik hoef er niets meer te zien. Dus je gaat uit van zelfmoord? Vroeg Desmond hem. Will beet op zijn onderlip. Het ziet eruit als zelfmoord, maar dat er geen briefje is klopt dan niet. Vooral omdat hij blijkbaar wel een brief aan jullie wilde schrijven. Ik zal in het dorp eens navraag doen of iemand soms recent Toscane gezien heeft. Hij klopte op zijn borstzak waar hij het stukje papier met de naam had opgeborgen. Ja, ik herinner me die mannen nog wel, zei Jenny. Ze zijn hier twee keer komen eten toen ze in het dorp waren. Ze hadden een kamer in de herberg genomen, maar ze zeiden dat ze mijn eten lekkerder vonden. Dat geldt voor de meeste mensen, zei Will. En Jenny glimlachte vanwege het complimentje. Ach, je doet je best toch? Heb je enig idee wat die kerels hier moesten? Vroeg Will. Jenny schudde haar hoofd. Ik vraag gasten nooit naar hun privézaken, alleen wat ze willen eten. Maar misschien weten ze wel iets in de herberg? Will knikte. Dat is de volgende plek waar ik inlichtingen ga vragen. Will zwaaide en liep over de dorpsstraat naar de herberg. Een van de weinige gebouwen met een verdieping. Het liep tegen 11 en de eigenaar, Joel, zat rustig in een achterkamertje te wachten tot de lunchdrukte zou beginnen. Zijn knecht waarschuwde hem dat Willem wilde spreken. Will moest lachen om de bereidwilligheid van de bediende, die na al die jaren was hij nog steeds niet aan gewend dat mensen, die hij zijn hele leven al kende, hem zo gedwee gehoorzaamden. Dat moest wel komen door het aura van geheimzinnigheid en autoriteit dat de grijze jagers uitstraalden. Hij had niet door dat dat aura in zijn eigen geval nog veel sterker was dan bij de andere grijze jagers. Daar kwam Joel aangelopen. Zijn haar zat in de war en hij trok net zijn riem strak om zijn aanzienlijke buik. Waarschijnlijk had hij net nog een ochtenddutje gedaan. En waarom ook niet? Herbergiers maakten vele lange uren op een gemiddelde werkdag. Vaak moesten ze heel laat opblijven te voldoen aan de raarste wensen van hun gasten. Dus was het alleen maar slim om, als het even kon, een extra uiltje te knappen. Joel knipte met zijn vingers en bestelde een pot verse koffie. Hij wist dat de jonge grijze jager daar een groot zwak voor had. Ze gingen aan een van de tafels in de gelagkamer zitten. Ooit was die tafel gemaakt van ruwe planken, waar de jarenlang wrijven met ellebogen, pullen bier, borden eten, gemorst vet en af en toe een dronken hoofd, was het blad spiegelglad geboend. Wat kan ik vandaag voor u betekenen, jager Will? Vroeg de waard, nadat ze de wederzijdse begroeting achter de rug hadden. Will kreeg intussen een mok koffie voorgezet. Hij liet er een flinke lepel honing in glijden, roerde en nam een slok. Met een zucht van genot liet hij zich achterover zakken in zijn stoel. Jullie koffie is de beste van heel het dorp, Joel, zei hij. Ik weet toevallig ook dat Jenny maar wat graag zou weten waar jij je bonen vandaan haalt. Joel grijnste breed. Oh ja, dat zouden ze zeker graag weten, maar dat is en blijft mijn geheimpje. Het is al moeilijk genoeg om te concurreren met Jenny's restaurant. Mijn koffie is mijn enige geheime wapen. Joel wist dat Joey elke maand het dorp uitging om ergens ver weg de handelaar te ontmoeten die hem bevoorraden. Wie die man was, hoe hij zijn bonen mengde en brandde, dat was strikt geheim. Jaren geleden had Will wel eens gespeeld met het idee om de man achterna te sluipen
en Jenny te verklappen wie het was. Maar hij had besloten dat het niet eerlijk was zijn kennis en kunde als grijze jager in te zetten tegen de verder gouden eerlijke waard. Als Jenny hem zelf achtervolgde, prima. Hij besefte dat Joel nog steeds op een antwoord wachtte. Een paar dagen geleden logeerden er twee mannen in de herberg. Ik meen dat ze uit Toscana kwamen. Joel knikte. Inderdaad, het is zo. Het waren wolhandelaren. Signor Mordon en Signor Seraf en nog wat. Mordini en Serafino, verbeterde Wilhelm. En Joel knikte weer. Ja, zo heten ze. Ik ben niet zo goed in buitenlandse namen. En waren het inderdaad Toscanen? Nou, zo klonken ze wel. Ze hadden nogal een accent, die twee. Wil kneep zijn oogtels pleetjes. Iedereen kende het Toscaanse accent. En dat maakt het ook gemakkelijker het na te doen. En het waren wolhandelaren, zei je? Joel stond zichzelf een glimlachje toe. Voor dat zeiden zij. Ik herhaalde alleen maar wat ze mij vertelden. Waarom wil je dat weten? Hebben ze iets op hun geweten? Wil gaf op die vraag geen antwoord, maar stond diep in gedachten op. Heb jij met iemand zaken zien doen? Joel haalde zijn schouders op. Geen idee. Misschien kun je dat beter aan Barat vragen. Barat was de grootste en belangrijkste wolkoopman in het dorp. De meeste boeren in de streek verkochten hem hun wol. Hij zorgde dan dat het spul verder de wereld in ging. Tegen flinke commissie natuurlijk. Dat is een goed plan, dat zal ik zeker doen, antwoordde Wil. Toen hij een tijdje later dezelfde vraag aan de wolkoopman stelde, antwoordde de man ontkennend. Ze hebben zich nooit bij mij gemeld, jager, zei Barat. Ik heb die kerels wel een keer gezien in de herberg en toen zei Joel nog dat ze collega's waren. Verder heb ik niets van hen gehoord of gemerkt. Geen idee waarom niet. Misschien stond onze wol er niet aan. Hij leek zowaar een beetje beledigd. Hij vermoedde dat die mannen bij een van zijn concurrenten in een naburig dorp misschien een betere prijs hadden weten te bedingen. Als dat het geval was, waarom hadden ze het hem dan niet de kans gegeven om het wel zijn prijs af te doen? Barat hield niet van concurrentie. Bezorgd liep Wil terug naar de herberg. De lunchgasten waren in grote getale op komende dagen en de eetzaal was voor driekwart vol. Hij ving Joel's blik en wenkte hem. Zegt die Toscanen, hè? Heb je sinds jouw vertrek hun kamers al iemand anders verhuurd? Joel schudde ontkennend het hoofd. Nee, er waren bijna geen gasten van de week. We hebben het linnengoed verschoond. Anne heeft waarschijnlijk de boel geveegd en gedwijld natuurlijk. Wil je die kamer nog onderzoeken? Als je het niet vervelend vindt, graag, zei Wil. Joel liep naar de toog en pakte een sleutel van het rek daarachter. Eerste verdieping, tweede deur rechts, zei hij. Maar ik denk dat ze niets achtergelaten hebben. En daar had hij gelijk in. De kamer was netjes opgeruimd en leeg. Geen teken of spoor van de twee mannen die er nog maar een paar dagen geleden hadden geslapen. Of toch? Wil snoof de geuren van de kamer op. Het raam was dicht en hij meende toch iets te ruiken. Iets wat hij herkende. Iets zoets, niet vies. Het was een heel zwak, dat geurtje. Je wist niet goed waar het vandaan kwam. Hij liep door de kamer, overal snuivend en snuffelend. Sommige plekken roken helemaal niets. Vooral bij de bedden was het geurtje relatief sterk. Wat we hier hebben, is twee Toscaanse wolhandelaren die niet in wol handelen en alleen lekkere geurtjes achterlaten. Vreemd. Langzaam liep hij weer naar beneden, diep in gedachten, en de sleutel hing weer op zijn plek. Hij wuifde Joel gedag en liep naar buiten, waar de namiddagzon straalde. Als hij dat geurtje maar kon thuisbrengen, dacht hij. Hij wist zeker dat hij het ergens van kende. Maar hoe dieper hij in zijn geheugen groef, des te vreemder begon hij te ruiken. Pas die avond wist hij het ineens. Hij was een nieuwe pees voor zijn boog aan het vlechten. De pees aan zijn favoriete boog vertoonde een klein rafeltje en hij besloot dat hij maar eens nieuw moest maken voor de slijtage doorzetten. Hij had de lussen aan de uiteinden al gemaakt en met een sterke draad vastgebonden. Hij greep in zijn gereedschapskist naar de bijenwas om de laatste hand te leggen aan de nieuwe pees. Hij trok de klont was er langs, door de warmte smolten was en ineens rook hij de geur uit de kamer in de herberg. Het was bijenwas. Dat had hij geroken, daar in die kamer. Boogschutters gebruikten bijenwas om de pezen van hun bogen sterk, soepel en waterafstotend te maken. Dat geldt ook voor de pezen van kruisbogen. Hij had steeds al ergens het idee gehad dat die twee Toscanen misschien wel helemaal niet uit Toscana kwamen, maar uit een buurland, waar de bewoners een accent hadden dat veel op het Toscaanse leek. En dat accent kon je niet gemakkelijk verbergen, tenzij er een Toscaanse draai aan gaf natuurlijk. Het waren vast Genovezen geweest. Hij had het niet kunnen zeggen waarom hij steeds aan Genovezen gedacht had. Zij hoorden dat er twee Toscanen gesignaleerd waren in het dorp en hun namen had gelezen op dat stukje papier van Robert, Serafino en Mordini. Dat konden net zo goed Toscaanse als Genovese namen zijn.
De gemiddelde Arluwein zou het verschil nooit weten. Robart was onder verdachte omstandigheden aan zijn eind gekomen. Misschien was het inderdaad zelfmoord geweest, maar Will was er allerminst zeker van. De man was bovendien gestorven door vergif in te nemen. En vergif was naast de kruisboog een favoriet wapen van de Genovezen. Door jarenlange training van Halt wilde dingen nooit automatisch aan, zoals ze op het eerste gezicht leken te zijn, zeker niet als het om ongewone gebeurtenissen ging. Halt had hem niet voor niets jaar in jaar uit ingepeperd, dus beter om iets verdacht te vinden en dan te ontdekken dat er niets aan de hand is dan andersom. Dus, zei hardop, als het inderdaad om Genovezen ging, wat moesten die lui hier? Eben keek op van haar plekje naast de haard bij het horen van zijn stem. Toen ze begreep dat hij het niet tegen haar of over haar had, liet ze haar hoofd met een tevreden zucht op de voorpoten zakken. Het meest voor de hand liggende antwoord was natuurlijk dat ze hier in Wensley waren gekomen om een moord voor te bereiden of te plegen. Daarmee verdienden de Genovezen immers de kost, het was niet anders. Het waren beroepsmoordenaars, gewapend met kruisbogen, een flinke voorraad scherpe messen, bovendien allerlei soorten vergiften. Misschien hebben ze het op mij in Halt gemunt, zei Will tegen Eben. De hond rolde deze keer alleen haar oog omhoog, terwijl ze naar haar baasje keek. Ze sloeg met één keer haar staart op de vloer. En wie heeft het nu nog weer op mij gemunt? Klonk ineens achter hen. Will draaide zich om en zag dat Halt naar hem stond te grijnzen. Grijze jagers waren daar dol op, stiekem elkaar besluipen en laten schrikken. Meestal lukte dat de oude baas niet bij Will, maar vanavond waren diens gedachten elders geweest, bij die twee vreemde bezoekers uit een zuidelijk land. Halt was moe en zat onder de modder, na een lange dag achter de postkoets aangereden te hebben, zonder dat er iets gebeurd was, zo bleek al snel. Op weg naar huis was hij even bij Will, zijn vriend en oud-leerling, langsgegaan om snel even een rapport te schrijven, terwijl zijn herinneringen nog vers waren. Daarna wachtte hem thuis een warm bad en avondeten met zijn Pauline. Snel vertelde Will wat er gebeurd was en wat hij vermoedde. Halt luisterde met een diepe rimpel in zijn voorhoofd naar zijn relaas. Je veronderstelt dat daar nogal wat, twee Toscaanse volhandelaren, die ineens Genovese sluipmoordenaars blijken te zijn, vanwege de geur van iets wat bij je was geweest had kunnen zijn, merkte de oude jager op. Nou, ze hebben anders ook geen wol gekocht of verkocht, en vergeet niet het papiertje met hun naam in de kamer van Robert, die vergiftigd is. Dat is waar, moest Halt toegeven. Heb je enig idee waar die kerels nu zijn? Will schudde zijn hoofd. Niemand lijkt gehoord te hebben waar ze heen gingen. Ze zouden natuurlijk hier best vlakbij in het bos kunnen zitten. En waarom denk je dat ze op jou en mij uit zouden zijn? Weet ik niet, antwoordde Will. Het kwam in me op. Zijn er andere mensen hier die ze zo haten dat ze hen zouden willen vermoorden? Het was nog niet zo heel lang geleden in Hibernia en later in het noorden van Arluwen dat de twee grijze jagers in aanvaring waren gekomen met de stel huurlingen uit Genova. Met als eindresultaat dat drie Genovezen het loodje legden terwijl Halt op een haar na dood geweest was. Maar Halt geloofde niet in zo'n wraaktheorie. Het gaat er niet om wie zij zelf haten, zei hij. Dat is hun stijl niet. Denk eraan, het gaat hier om huurmoordenaars. Die doden voor geld, niet uit wraak. Je moet eens op zoek naar iemand die iemand anders haat en die bereid en in staat is Genovezen te betalen. Hij bleef even stil terwijl ze diep nadachten. Toen hem geen kandidaat uit de binnen wilde schieten, besloot Halt Wilma te vragen naar Halt's eigen avonturen die dag. Geen enkel avontuur vandaag, zei de grijsbebaarde jager met afkeer in zijn stem. Ik reed me achter die koets aan, bergop, bergaf, dwars door de rivieren en over passen. En het begon ook nog te regenen en ik werd door en door nat. Van rovers geen spoor. Misschien hebben ze je in de gaten gekregen, voor een stelde Will. Als dank wierp Halt hem een ijskoude blik toe. Als hij, als ervaren grijsjager niet gezien wilde worden, dan werd hij niet gezien. Sorry, zei Will deemoedig. Wanneer gaat de koets weer? Over 10 dagen, antwoordde Halt. En dan gaat er iets verder dan vandaag. Ik kom misschien niet eens op tijd terug voor de bruiloft. Dat zou Pauline fijn vinden, grijnsde Will. En had ik hem geen erg gedaan. Dat heeft ze me al luid en duidelijk laten weten. Hoe staat het nu met je speech? Nu was het op Will's beurt om geërgerd te zijn. Ik heb het veel te druk gehad. Dat komt heus nog wel. Halt zei op neutrale toon. Ja, de tijd vliegt. De bruiloft was pas over een maand, maar intussen kwamen de eerste hoge gasten al aan op Redmond. Waarom trouwen ze eigenlijk niet op kasteel Araluin? Vroeg Will zich hardop af. Daar had hij de laatste tijd vaker over nagedacht. Het officiële verhaal is dat het kasteel en dan vooral de feestzaal, nu net verbouwd wordt, nooit op tijd klaar kan zijn. Als je het mij vraagt, denkt of hoopt Evelien dat het hier minder stijf
toe zou gaan dan bij haar thuis. Een beetje minder groots waren haar woorden. En heel onofficieel vond Duncan het idee dat Jenny en meester Buik de catering zouden verzorgen wel zo aantrekkelijk. Nou, dan had hij ook wel hen op zijn eigen kasteel kunnen laten komen, zei Will, maar Hals schudde zijn grijze hoofd. Nee, dan had hij zijn eigen chefkok voor het hoofd gestoten. En dat is iets wat een koning nooit moet doen, zijn kok tegen zich het harnas jagen. Wie er gemakkelijker iets in zijn eten laat glijden, waardoor... Tegelijk beseften de twee grijze jagers wat ze zojuist als mogelijkheid benoemd hadden. De koning zou eind van die maand in Redmond aankomen, en met hem vele andere edellieden en vertegenwoordigers van buitenlandse vorsten en machthebbers. Wat denk je? Vroeg Will. Hij hoefde niet uit te leggen wat hij bedoelde. Hun breinen werkten langs dezelfde wegen. Ik denk dat het allemaal vaag, toevallig en vergezocht is, zei Halt. Maar ik denk wel dat je dit op de bodem moet uitzoeken. Hoofdstuk 3. De dagen daarna reed Will kriskras door de streek, op zoek naar sporen van de twee buitenlandse wolkooplieden. Hij ondervroeg overal boeren en dorpelingen, maar niemand had de mannen gezien. Hij kamde ook de bossen in de buurt uit om te zien of de mannen ergens in een tent verbleven, maar hij vond niets. Na een paar dagen gaf hij de moed op en begon hij te denken dat hij misschien het toch allemaal verzonnen had. Als hij goed nagedacht had, waren er genoeg logische redenen te verzinnen waarom de twee mannen nergens meer te vinden waren en de zogenaamde aanwijzingen niet wezen op enig sluip- of huurmoordplannen. Bovendien was er genoeg te doen op kasteel Redmond. Elke dag kwamen er weer nieuwe belangrijke mensen aan, die uitgenodigd waren voor de bruiloft. Een van de eerste was Erak, de oberjarl van de Scandiërs. Typisch voor hem had Erak besloten niet te paard naar Redmond te rijden, maar in plaats daarvan helemaal de rivier de Tarbes op te varen, in zijn oude, trouwe schip de Wolfswind. Toen hij bij de kleine kale van Wensley aankwam, heesten zijn mannen een lange wimpel in de punt van de mast. Will moest lachen toen hij die wimpel zag wapperen. Er stond het wapen op van prinses Evelien, of liever van prinses Cassandra, een neerduikende valk. Jaren geleden had Erak die vlag ook gevoerd toen hij Cassandra samen met Will, Halt en Arnoud terugbracht naar kasteel Arleuen. Toen was het vooral een gebaar om te zorgen dat de mensen niet bang zouden wegrennen zodra ze zijn wolvenschip zagen. Nu, na jaren van vrede, hoefde hij daar niet meer bang voor te zijn. We zouden hem eigenlijk moeten vragen die wimpel eens terug te geven aan de wettige eigenaresse, zei Halt tegen Will terwijl ze naar het schip stonden te kijken. Ha, lachte Will. Heb je ooit meegemaakt dat Scandiër zijn roofgoed teruggeeft? Dat had Hal inderdaad nooit mogen meemaken. Ze liepen de kade op om hun oude vriend hartelijk welkom te heten en bereidden zich al voor op een paar gekneusde ribben, als resultaat van Erak's enthousiaste omhelzingen. Toen hij weer adem kon halen, wees Will Erak erop dat hij er blijkbaar nog niet aan toegekomen was zijn oude schip op de nieuwe manier op te tuigen. Erak glimlachte. Weet je dat schip en ik, we zijn allebei te oud om nog te veranderen, zei hij opgewekt. Bovendien is het een goede oefening voor mijn bemanning, af en toe een eind roeien, anders worden ze maar lui en dik. Een paar dagen later haalden onze jagers dezelfde ceremonie toen Selly Eten, waakheer van de provincie Al-Shaba in Arida, op Redmond aankwam. Wil zocht er vergeefs naar een vertrouwd gezicht te zijn gevolg. Is Umar niet meegekomen? Vroeg hij teleurgesteld. Selly Eten schudde zijn hoofd. Helaas, die kon zijn woestijn zal niet achterlaten. Het idee voor een reis op een schip over water was ondraaglijk voor hem. Jammer, zei Will. Umar en zijn Beduline stam hadden Wils leven gered toen hij, op zoek naar zijn verdwaalde paard Trek, in de woestijn dreigde te sterven van dorst en uitdroging. Seletan grijnsde ondeugend. Dat vond zijn vrouw ook. Die verheugde zich al op een huwelijk. Ik ben bang dat Umar hier nog lang door haar mee om de oren geslagen zal worden. In alle drukte, veroorzaakt door het ontbrengen van grote aantallen Scandiërs en Aridi, dacht Will even niet meer aan de Toscaanse kooplui, tot hij op een namiddag Desmond tegen het lijf liep. De majordomus wenkte Will mee te komen toen hij over de binnenhof van het kasteel naar de stallen liep om een probleempje met paarden van de Aridi op te lossen. Will, zei Desmond, ik moet je nog steeds iets laten zien. Hij gaf hem een stukje papier. Zo te zien ooit een prop verfromdvrijheid was geweest, maar nu uitgevouwen was en enigszins gladgestreken. Will zag meteen wat het was. Een tafelindeling voor een feestmaaltijd in een grote zaal. In de marge stonden enkele aantekeningen gekrabbeld. Will fronste zijn wenkbrauwen. Ontvangst der gasten. Op dien eerst hangen toespraken. Bal. Afscheid. Bij het lezen van toespraken voelde hij een steen op zijn maag vallen.
Daar moesten we echt eerst weer eens aan beginnen. Helaas verder. Er stond iets naast Bal dat hij niet meteen kon thuisbrengen. En links van de tafelindeling stond iets geschreven wat zorgvuldig doorgekrast was. Hij wees Desmond daarop. Weet je wat daar gestaan heeft? Desmond knikte. Dat viel mij ook op. Eerst begreep ik het niet, maar toen besefte ik dat we de schikking aan die kant van de zaal veranderd hebben, toen we hoorden dat de Scandicus met liefst 2 schepen vol zouden arriveren. We hebben de delegatie uit Gallica daarheen verplaatst. Ze zijn niet dol op onze Scandische vrienden, dus die moeten niet vlak bij elkaar zitten. En toen drong het pas echt tot Will door. Dus dit is de tafelindeling voor het huwelijksdiner, vroeg hij. En toen Desmond knikte, ging hij door. Maar waar komt het papiertje dan vandaan? Maar eigenlijk wist hij het al. Dat hebben we gevonden in de kamer van die Robert. Daar stond de prullenbak. Onder het gordijn dat op de grond gevallen was, daar viel het ons eerst niet op. Een van de schoonmaaksters kwam er een paar dagen later mee aanzetten. Ze was wel slim geweest om de inhoud niet weg te gooien, maar was dat vergeten tot gisteren. En toen bracht ze het meteen naar mij. Wat moest Robert met deze informatie? Vroeg Will zich af. Tja, zei Desmond. Op zich is het niet heel vreemd. Zelfs al hadden we hem gedegradeerd. Ik liet hem nog wel helpen bij die organisatie, ook bij de tafelindeling en tafelschikking. Will wreef nadenkend over zijn kin. In weerwil van de geruststellende woorden van de majordomus begon hij zich toch weer zorgen te maken. Hij keek nog eens naar de tekening en zag nog een klein tekentje. Ergens tussen wat 2 steunbergen van de zijmuur moest zijn. Wat is dit hier? Vroeg hij. En Desmond bocht zich erover om het beter te zien naar waar hij wees. Maar hij kon het ook niet thuis brengen. Geen idee, zei hij. Misschien gewoon een inktvlek of een vuiltje. Het is nogal vaag. Wel precies tegenover de tafel van het paar en de belangrijkste gasten, wees Will. Er was een flinke rechthoek getekend. De verhoging waarop bruid en bruidegom en hun belangrijke gasten de maaltijd zouden gebruiken. Desmond haalde zijn schouders op. Blijkbaar maakte hij zich geen zorgen om. Will tikte op het velletje en zei, laten we er toch maar eens gaan kijken. Hij liep meteen met grote passen naar de donjon. Desmond kwam op een holletje achter hem aan. In de grote zaal waren bedienden druk bezig met het bouwen van het platform waarop de grote dag Cassandra, Arnoud, Duncan, Will en Alice zouden zitten. Er roken naar pas gezaagd vurenhout. Will ging tussen de 2 steunberen staan. Er zat 4 meter tussen. Zoals hij op de tekening al had gezien, bevond hij zich nu recht tegenover de hoofdtafel. Desmond kwam naast hem staan, toch wel een beetje nieuwsgierig geworden. Wat zit je dwars? Vroeg hij. Will gebaarde naar de halfvoltooide platform. Ik zit te denken dat het de ideale plek zou zijn voor iemand die de koning iets aan zou willen doen. De molenaar zou hier tussen die 2 steunberen bijna uit het zicht staan. Maar voor hij de zin helemaal had uitgesproken, schudde Desmond al zijn hoofd. Niet op de grote dag zelf, zei hij. Je moet niet vergeten dat de hal die dag helemaal vol tafels en stoelen met gasten staat. Minstens 30 mensen kijken recht op het stuk van de muur uit. Volgens mij verzeer je nu problemen, Will. Maar Will liet zich niet zo snel overtuigen. Misschien, zei hij. En hij voegde eraan toe. Als je het goed vindt, wil ik dit schetsje graag nog even houden. Desmond maakte een gulgebaar. Doe ermee wat je wilt. Maar als je mij nu wil excuseren, ik heb nog 1 of 2 dingen waar ik mee moet bemoeien. 1 of 2 maar, lachte Will. Hij wist dat de majordomus het enorm druk moest hebben met alle voorbereidingen voor het huwelijksfeest. Desmond rolde met zijn ogen. Nou goed, 200 dingen dan. Later die avond zat hij veel lange tijd, terwijl zijn koffie koud stond te worden, naar het schets te kijken. Wat zouden die tekentjes toch kunnen voorstellen of betekenen? Er stond een soort kruisje naast, een bal. En wat was het andere tekentje? Of misschien een vlekje tussen de 2 steunberen? Desmond had gelijk, dacht hij. Iemand met een kruisboog zou daar meteen opvallen in een zaal vol feestende mensen. Bovendien, als hij al niet meteen opgemerkt werd, zou zijn uitzicht op de hoofdtafel voortdurend verstoord worden door heen en weer lopende mensen die anderen begroeten en van tafel wisselden, of anders wel door een voortdurende processie van kelners en obers met nieuwe gerechten en drankjes. Hij keek nog eens goed naar de tafelindeling die Desmond hem gegeven had en werd nog meer gerustgesteld. De tafel vlak voor dat stukje muur tussen de steunberen was gereserveerd voor Gunde Hartslag en zijn zeewolven. Dat was geen plek om plotseling een wapen tevoorschijn te trekken, zo vlak naast de verzameling grote, uitgelaten en opgewonden Scandiërs. Hij was enigszins gerustgesteld en legde de tafelindeling opzij. Daarna pakte hij een nieuw vel papier en pen. Misschien kon hij nu wel beginnen met een nieuwe versie van zijn speech, dacht hij. Majesteit, excellentie, uw hoog... Hij hield even op. Wat voor aanspreektitel moest hij gebruiken voor Erak, de oberjarl van Scandia?
Hij kende Erik intussen al jaren, maar hij had hem nog nooit hoeven toespreken tijdens een officiële gelegenheid. Zijn pen bleef onzeker hangen boven het papier en viel een druppeltje inkt vanaf. Hij bestudeerde het resulterende vlekje. Dat leek eigenlijk best op het vlekje op papier van Robert, besloot hij. Voor je het wist stond zijn velden vol mee. Hij keek nog eens naar de indeling, daarna weer naar de blanke pagina van zijn toespraak. Hij wist werkelijk niet meer hoe hij de vorige keer had willen beginnen. Misschien maar goed ook, dacht hij zwartgallig. Blijkbaar had dat begin zelfs op hem zelf weinig indruk gemaakt. Hij deed het dopje op de inktpot en legde zijn pen neer. Ik ga er morgen wel weer mee aan de slag, zei hij hardop. Eben tilde haar kop op van haar voorpoten en keek hem met een sceptische blik in de ogen aan. Echt wel, zei Wil. Daarna stond hij op voor zijn bureau en ging naar bed. Maar al die tijd bleef er iets knagen. En het duurde een hele tijd voor hij in slaap viel.